Hé, hey, wat wil jij zeggen tegen je ex? Max! Mijn ex mag de ex krijgen, broer! Komt wel goed, oké? Dankjewel. Met jou ook. Iets vaker in de zon gaan staan dan... Yo, mijn naam is Kortom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van mijn serie Hashtag Schooltour. De serie waarin ik in elke aflevering naar een andere school in Nederland of België ga om pittige vragen te stellen. Ik ben net aangekomen in Amstelveen. Ze weten nog niet dat ik er ben. Ik ben hier al ooit eerder geweest. Toen gebeurde onder andere dit. Pas op, nitraat! Oh, godverdomme, jongens! Pas op, achter! Je bent echt Mongolen! Godverdomme jongens. Ja, ik hoop niet dat ze weer met vuurwerk gaan gooien. Ik ga een paar vragen stellen om ze flink in de war te brengen. En ja, let's go. Maar voordat we gaan, laat alvast hieronder jouw school achter. Wie weet sta ik daar de volgende keer op de stoep. Let's go Amstelveen. Hallo. Hoi. Huh? Ik ken jou. Natuurlijk. Jij was van de vorige keer. Ben je beroemd nu? Nee, ik ben niet echt beroemd, maar gaat zeker zo gangetjes. Hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Hangt er vanaf hoe groot het dozijn is. In sommige zitten 6, anderen zitten 12. Ik denk 24. 12. Zeg maar geen 12. Zeg maar geen 12. 12. Hoezo snappen jullie dit wel? Eigenlijk wel. Wij zijn slim wel. 36. Niet lekker dom. 36. 12. 12. 70. Ik denk 20 toch? 20. Hoor je deze? 26. 75. 36. Dat is die grote. Dat is die grote doos van de M. 30 toch? Nee, 6. 12. Wanneer kan je 30 eieren kopen? Hoeveel centimeter gaat er in 1 meter? 100. Hallo YouTube! AWC, broer! Hé, is het hier een beetje herres op deze school? Ja, zeker herres. Altijd herres. Altijd herres als ik mijn jonko klap. Ik ben in Holendrecht. Die niggas die zijn weg. Ik zit nu op die seks, we hebben kaas in de bek. Ik ben in Holendrecht. Mijn niggas die zijn weg. Ik zit nu op die seks, we hebben kaas in de bek. Wow, applausje! Hoe fix jij de meisjes dan? Niet. Jongens. Ze mij. Ze fixen jou. Ja. Want? Kijk even naar me. Ik ben Thomas. Wat gebeurt hier allemaal? Ik weet het allemaal. Ben jij Briona? Wat is Briona? Ik dacht je zei ik heet Briona. Nee, Jona. Oh, Jona. Ik had laatst een grap gemaakt over een ginger. Nee, maar dat kan niet. Oh, ik wil daarom sorry zeggen tegen jou. Ja, dankjewel. Want ik had hem vergeleken met Ed Sheeran. Ben je fan? Sowieso. Lijkt wel een beetje, kom op. Ja, dankjewel. Dankjewel. Kun je een liedje doen? When my legs don't feel like they used to before. Nee. Wat ben je aan het doen? Nee. Ja, ik ben Robert. Iedereen noemt me altijd Kas, maar het is sowieso is niet waar. Hij is heel dom. Hij vroeg de juffrouw, mag ik kopen voor 15 euro? En heb je me gekocht voor 15 euro? Nee. Hij heeft hem niet stiekem meegenomen. Net iemand fluistert mij hier net in dat jij hentai kijkt. Ja, in de klas kijkt die alles hè. Is hier herres in... Er net wel een paar ballonnen lijkt gestoken. Ja, dat was echt herres. Ik ga rennen. Hebben jullie wel eens fruit gebruikt tijdens het masturberen? Wat? Een mango of zo? Mango? Ik hoor dat het tegenwoordig heel erg in de mode is om een mango daar een gat in te maken en dan daarmee te oefenen. Eet er nog even in de magnetron. Je oefent gewoon met een meisje, niet met een mango. Wie is van jullie is nou de grootste fixer hier dan? Nee. Ja, nee! Hij heeft het gedaan. Waarom? Had je straf? Oh, dat is niet goed gelukt. Je weet, voor een tientje kun je het fixen. Kijk die achterkant. Misschien kunnen wij wel een funding instarten via Schooltour om jou een goede kapper te geven. Ja, doneer 5 euro. Waarom? Omdat dan krijg ik misschien weer haar. Want, heeft een vis ook dorst? Nee, want hij leeft in het water. Ja, ze hebben alleen honger, toch? Als ze geen waterlust. Ze moeten lusten, want ze leven toch in het water? Maar ze zwemmen in het water, ze betekent niet dat ze drinken. Ze hebben alleen honger, geen dorst. Ze leven alleen op voer. Hey, wie is jouw beste vriend? Floris. Zou je... Ja, ik wil even vragen, de vraag die wij vandaag stellen is of je de moeder van je beste vriend zou doen. Jullie kijken elkaar echt dodelijk aan. Oh, jullie mogen niks zeggen. Jullie moeten allebei 1, 2, 3. Nee, zeker niet. Hoezo niet? Ik ken zijn moeder niet. Nee, maar zijn moeder is gewoon heel lief. Het is een hele lieve moeder. Ik hou van moeders. Elke moeder houdt van mij. En ik hou ook van moeders. Mensen poepen naast de wc. Nek je die? Niet erin, maar ernaast. Docenten worden ook uitgehad.
Maar poep jij expres naast de wc dan? Ja, heb je gezegd dat ik het doe? Oh nee, sorry, dat dacht ik. Misschien. Als je poept op school ben je raar, man. Je bent raar. Hoezo ben je raar als je op school poept? Mensen moeten toch gewoon poepen? Ja, maar mensen zitten niet op school. Mensen moeten niet poepen. Je kan gewoon niet poepen. Pardon? Ik poep altijd op school. Op school? Ja. Meisjes poepen niet, hè? Meisjes poepen niet. Mooie meisjes poepen niet en als ze poepen ruik je niet? Denk ik. Hé, hey, wat gebeurt hier allemaal op school dat eigenlijk niet mag? Ja, net heeft iemand zijn haar in de fik gestoken. Ik zit in de les, ik zie ineens zo'n steekvlam zo. Hoeveel eieren zit er in een doos heen? Dat is wel 12. Hoeveel eieren zit er in een doos? Weet ik veel. Wie is een doos? Jij. Het komt wel goed, oké? Dankjewel. Met jou ook. Iets vaker in de zon gaan staan dan... Zijn jullie zusjes of lijken jullie gewoon verdacht veel op elkaar? Nee, wij zusjes. Zijn jullie een beetje high class misschien? Nee, ik ben niet high class! Zijn zij high class? Nee. Ja! Ja, kijk, iedereen zegt van wel. Zitten jullie aan elkaar vast of kan het nog los? Ja, jij houdt tweeling. Hem vast! Corona komt als volgende hier af. Wacht, Corona is al hier geweest. Ja, dat is wat je naast je hebt staan. Jij bent Corona. Zijn jullie beste vrienden? Nee. Nee. Zou je de moeder van je beste vriend doen? Tuurlijk niet. Maar misschien is ze knap. Noemen ze ook wel een? Milf. Milf, wat weet je van Melvin? Melvin? Ik ken geen Melvin. Wat weet je van Milfs? Oh ja, niet zoveel. Hey, kortom, was laatst iets gebeurd. Vertel. In de pauze was een chickie gewoon gepakt van achter in een stoel in een hoekje. En was Pacha nog op de grond? Dit is echt nog nooit gebeurd. Ja, hij is echt... Nee. Ja, ik ken hem niet. Als het zou gebeuren, zou ik het echt wel weten. Hé, hey, wat wil jij zeggen tegen je ex? Mijn ex mag de ex krijgen, broer. Wacht. Protect voor de ops. Oh ja. Mag ik ook? Hey, chong man. Corona protection kit. Ik heb het ook nodig. Iedereen wil ook echt gelijk. Ik ben arm. Wat wil je zeggen tegen alle docenten? Ik mag jullie niet. Ik krijg de tering. Oh, dood. Zeg je dat ook wel eens tegen ze? No, dat niet. Nee, want dan krijg je een lager cijfer. Dan ben je allemaal fokt. Holla, met ben jij. En zo knol. Nee, ben je gek? Enzo knol, maar nee man. Hey, hoe fixen jullie die chickies? Ik ben er te klein voor. We moeten nog even groeien. Je vraagt het eerst nummer. Oh. Wacht, ik moet eerst mijn broer vragen, maar ik weet nog niks, maar ik ben te klein. Sorry. Hey, we hebben de High Class Clan! Hallo! Ze zijn niet high class. Ze zijn lief. Ze zijn gewoon tantoeschattig. Oh, jullie zijn tantoeschattig, hoor ik. Ja. Heb je dat geprobeerd te fixen? Nee, maar ze zijn te oud voor mij. Ik zit rechts zo lang. Moet je klap? Ik respecteer dat. Oh, dat was niet per se de bedoeling. Wat is de stelling van Pythagoras ook alweer? Dit heb ik gehad bij wiskunde. Wacht even, heel even. Dat was met die driehoeken. Nee, je gaat me dom over laten komen op YouTube, nee. Het klopt, was met de driehoeken. Helemaal niet, helemaal ver. A in het kwadraat plus B in het kwadraat is ja, C in het kwadraat. C in het kwadraat en dan hebben ze nog één iets. Maar je gaat me dom laten overkomen op YouTube. Ja, je bent hartstikke slim. Je hebt ook eieren toch? Hoeveel zit er in een dozijn? 12. Ja, 12. Hey, wie heeft hier een bijzonder talent? Hoe lang is je lul? Hoe lang is mijn lul? Party boy! Pardon? Doe normaal. Zou je willen zeggen tegen de Tweede Kamer, als je de kans kreeg? Geert Wilders toch? Hij moet weg. En jullie? De Zwarte Pieten. Die mogen weer terugkomen toch? Ja man. Even lekker naar de sauna toch? Ja. Even lekker warm worden. Bruin worden. Ja. En dan komen ze weer terug met z'n tweeën. Maar het is toch racistisch? Ja, maar het is toch ook racistisch? Als ze niet mogen? Of wel? Ja, man. Wij gaan. So confused. Wij gaan de doei. Zo. Wanneer je nog even die shine wil pakken en zegt dat je niet high class bent. Damn. Zou je de moeder van je beste vriend doen? Ik zou jouw moeder tantoe hard doen. En jouw moeder ook wel. Ja, daarom. Pardon. Doe normaal. Wat wil je nog zeggen? Niks man. Altijd hergens als je moeder een broodje maakt en neef. Nou, dit was het dan alweer. Volg mij op Instagram, laat hieronder jouw school achter. Doe een duimpje omhoog, ben geabonneerd voor de volgende aflevering. Dit was Amstelveen. Bedankt voor het kijken.